deze demo. We gaan de ontwikkelingen of de zaken die we hebben toegevoegd aan VIP in sprint 48 en 49 even toelichten. Dat zijn een aantal change requests of bugs. We hebben wat bronaansluitingen gedaan. Er is een nieuw inlichtingtype toegevoegd. En een klein featuretje. Ja. Ik ga beginnen met de change request. Wij hebben voor de inlichting omgevingsvergunning onder het exploitatie, de milieuaspecten, hebben wij het inrichtingsnummer verplicht gemaakt. Ik ga dat even toelichten. Ik ga dit dossier nemen. Hier heb ik de omgevingsvergunning, als het goed is, voorbereid. Met de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Dan zie je dus effectief dat het inrichtingsnummer hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als we dat gaan editeren. En ik delete dat. En ik probeer dat te saven. Dan krijg ik hier een foutboodschapje. Dat dat dus effectief verplicht is. Zo. Dan. Ook. Dat is ook een change request vanuit de bron voor de verordeningen. Jullie herinneren misschien ook dat dus die fase VV plots een andere code had. Dat is dus ook opgeschoond binnen in onze database. Ik kan nu niet demoen. Dan de bronaansluitingen. Ik ga eens even kijken of dat het juiste dossiertje is. Ja, dat zit uiteraard hier onder overheidsplannen. We hebben dat nu. Het soort weg waar langs het perceel gelegen is, hebben wij dus automatisch aangevuld. En je ziet dus eigenlijk ook effectief, ik ga misschien even terug, het pand hier, dat is een appartementsgebouw in Aalst, dat ligt langs twee wegen. Hè, dus de Bergenkouter, dat is daar effectief het officiële adres hier. Maar ook de zwembadlaan. Als we dan even naar de vergunningen gaan. Sorry, naar de plannen. En ik ga het soort weg inlichting bekijken. Zien we dus inderdaad de Bergenkouter. Dat is eigenlijk hier twee maal, maar dat is dan zonder de naam van de straatnaam van de weg. Dus dat is hier bij de automatische bereiking is dat dus twee keer doorgekomen. Maar ook het zwembadlaan staat erbij. En dan is er blijkbaar ook nog een wandel- en of fietsweg. Nu, dat is een adaptinlichting, dus bijvoorbeeld in dit geval met die Bergenkouter. Dus dat is effectief een straat beheerd door het lokaal bestuur. Dit is eigenlijk in principe net hetzelfde. In principe kan je die verwijderen. Ja. Dus dan wordt eigenlijk de inlichting mooi opgeschoond. Dan een andere inlichting waar we dus de bron voor aanspreken. En dus een read-only wordt en automatisch verrijkt wordt door VIP. Dat is het natuurinrichtingsproject. Dan moet ik even naar een ander dossiertje. Voilà, dat is deze. Als je dan gaat kijken, is dat dus ook een read-only inlichting. Natuurinrichtingsproject Osbroek-Gertjens. Met dus alle attributen en dus ook een link naar, naar het natuurinrichtingsproject. Dus dat is nu ook een volledig door VIP ingevulde inlichting. Dan, dus dat is effectief bronverrijking en een volledig nieuwe inlichting, maar die is ook in onmiddellijke read-only gemaakt. Dat is de grondverschuivingsgevoeligheid. Dat is wel een optionele inlichting, maar VIP gaat ze toch zelf verrijken. Even terug naar dit dossier. Dat zit ook onder de natuurrubriek. Scrollen naar beneden. Hier is dus de grondverschuivingsgevoeligheid. En je ziet, we hebben dus eigenlijk een perceel waarbij bij de doordruk meerdere types gevoeligheid of mate van gevoeligheid, gaan we die dus ook in bullet point gewijs oplijsten. Dus als je even naar geopunt zou gaan, naar de kaart, het is nu toevallig hetzelfde perceel, even wachten. Dan zie je dus eigenlijk dat er drie kleurcodes zijn. Hè? Dus de gele, de iets rozigere en de rode. Hè? En dat is dus effectief de mate van gevoeligheid. Zo, ik heb nog een ander dossiertje. Nu, toeval wil ook dat dat net
een perceel is met drie types van gevoeligheid, dus eigenlijk net hetzelfde. Zo, dus dat is ook een nieuwe. En dan hebben wij een kleine feature ontwikkeld, waarbij dus nu mogelijk is om bijlagen van een inlichting, als het dossier nog niet gevalideerd is, uiteraard. Hè. Dus het dossier is in opbouw, is ter behandeling, dat we dus ook bijlagen kunnen gaan verwijderen. En eens kijken of dat ik in het juiste dossiertje zit. Ik heb hier bij deze, heb ik bij complex project als voorbeeld enkele bijlagen gezet. Even naar de juiste inlichting scrollen. Voilà. Dus ik heb hier inderdaad twee pdf's toegevoegd. Als we dat dus nu gaan, bijvoorbeeld in deze, kan je nu verwijderen en dat kan je bewaren. Zo, ja. Voilà, dat zijn eigenlijk de voornaamste zaken die wij in de afgelopen twee sprints hebben gedaan, naast uiteraard operationeel beheer en bugfixing. Even een vooruitblik naar de volgende sprint, sprint 50. Dat is eigenlijk onze laatste sprint voor onze nieuwe PI. En gaat ons team nog volledig focussen op de correctiemelding van die read-only inlichting. Dat is een heel grote feature, dus daar zijn ze nu volop mee bezig. Zo, dat is voor wat mij betreft de demo van de afgelopen twee sprints. Zijn er nog vragen?